Goedenavond, het is zaterdag 4 september. Welkom bij Omroep Zeeland. Eerst het nieuws van deze zaterdag. In de haven van Colensplaat is vandaag een reconstructie van een Romeins schip officieel onthuld. Het gaat om de Caudicaria Navis, een vrachtschip dat rond 200 voor Christus vanaf de Oosterschelde naar het toenmalige Britannia voer. Hij was al een paar weken af, maar we moesten nog de locatie in orde maken. En die moest nog op de juiste manier ingericht worden. Dus ja, dat was het laatste loodje. Vrijwilligers hebben een reconstructie van het schip gemaakt. En dat gebeurde onder aanvoering van Ludo van Wel. Jawel, we hebben fantastisch hulp gehad en iedereen heeft op zijn eigen sterkte gewerkt. En de discussies die er altijd waren over de Romeinen, over de constructies, dat was hartverwarmend. Het schip is in Colensplaat te zien omdat daar een Romeinse tempel is nagebouwd die gewijd is aan Nehalennia, de godin van de zeevaarders. Het is uiteindelijk samengekomen. Als de scheepjes er niet waren geweest, was Nehalennia er niet geweest. Want ze gingen eerst met de scheepjes naar de overkant. En toen gingen ze aan Nehalennia beloven voor een veilige terugtocht. Het een hoort bij het ander. De laatste puzzelstukjes zijn compleet. En ik heb ook al een pompoenstroop genomen. Ja. Pompoenstroop? Ja, heerlijk. Na 22 jaar stopt Charlotte's pompoenfestijn. Het jaarlijkse feest in IJzendijken vol pompoenen vindt dit weekend voor de laatste keer plaats. Op het festijn zien bezoekers wat je allemaal met een pompoen kunt doen. Wij maken er nu vandaag de pompoenpannenkoeken van. Maar we doen er ook pompoenlikeur, pompoenbier, pompoenpittenkaas. Dus we bereiden zowel van de pitten als van het vruchtvlees zelf. Charlotte stopt met de pompoenen omdat het pompoenenseizoen maar kort is. Om langer door te kunnen gaan wilden ze een horecavergunning, maar dat verzoek heeft de gemeente afgewezen. En nu sinds de corona hebben we geen groepen meer, we hebben geen bussen meer. Er zijn veel oudere groepen die over van België komen. En die hebben nu ook al veel vernomen dat ook volgend jaar deze nog niet gaan rijden. Dus we hebben eigenlijk het grote inkomen niet meer. Spijtig. En al de mensen die over voor je komen, de mensen die over nog komen en vragen van waarom. En ik vind het altijd zo gezellig. Mensen die over nu al 10, 12, 15 jaar komen achterin, dan doet pijn. We gaan er allemaal van genieten. En ook de mensen die over me eigenlijk 22 jaar hulp me hebben, dat vind ik ook leuk. Het lopende seizoen maakt ze nog wel af. Johan Melger uit Bruinisse is dol op planten en daarom heeft ze een plantenasiel annex plantenbibliotheek opgericht. Mensen kunnen afgedankte planten afgeven, maar ook plantjes ruilen of meenemen. Vorig jaar in de coronatijd, toen we echt in een lockdown zaten en ik niet naar mijn werk kon, maar thuis moest werken. Toen ben ik eigenlijk veel meer plantjes gaan stekken en toen had ik er veel te veel. En toen is eigenlijk het plantenasiel ontstaan. En planten is gewoon leuk. Het is gewoon leuk om groen in je huis te hebben. Hè? Een huis zonder planten is toch saai, denk ik. Eerst hield Melgers alle planten gewoon in haar serre en in de rest van haar huis en konden belangstellenden op afspraak langskomen. Maar nu ze weer vaker op haar werk moet zijn, heeft ze een plantenbiep voor haar huis gezet. Als mensen een fietstochtje maken, dan doen ze dat overdag. En dan is het natuurlijk heel lastig om er altijd te zijn. Maar de stekjesroute, daar kan je gewoon zo overdag op elk moment van de dag langs rijden. Straks in de winter verhuizen de planten weer naar binnen, want anders gaan ze dood van de kou. Ruilen gaat dan gewoon weer vanuit het plantenasiel. In de eerste twee wedstrijden van Hoek in de derde divisie was er nog geen vlies. Twee gelijke spelen. Maar vandaag komt het snel op achterstand, want doelman Griffin de Vroeg gaat hier in de fout. Veel te veel tijd neemt hij en Benjamin van Wanrooy is er als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken. En dan staan de bezoekers uit Hoornaar op voorsprong. En Stedoko gaat dan ook door. Dit is na een half uur spelen. Een ontzettend harde knal van Van Wanrooy op de lat. En daar is Olivier Pilon overgekomen van DVS 33 uit Ermelo. En hij kopt de rebound binnen. En dan staat Hoek na 30 minuten op de klok met 2-0 achter. Dit is Steve Schalkwijk aan de andere kant, vlak voor rust. Wordt hier gehaakt, krijgt een penalty. Dat is een terechte beslissing. De spits van Hoek scoorde nog niet. En gaat nu zelf achter die strafschop staan om hem binnen te schieten. En dat lukt.
En we zitten vlak voor rust, de aansluitingstreffer 1-2. Dan na de rust. Jardel Constantia ingevallen, legt de bal hier op Imbes en die moet scoren. Van een meter of 6-7 schiet hij hem naast. De kans op de gelijkmaker. En dan is deze bal aan de andere kant. Joran Schreuder, vallend en wel, krijgt hij hem langs de vroeg. En dan is het 1-3 en dan lijkt het beslist. Hoek kan geen vuist maken vandaag tegen Stedoco. En gaat verliezen. Deze 1-4 is een prachtige goal. Maar slechts voor de statistieken. Hoek verliest met 1-4 op eigen veld. Vlak over de grens in België is gisteren festival Krammerok van start gegaan. Niet gek dat veel Zeeuwen besloten de grens over te gaan voor een feestje. In België mogen wel festivals worden georganiseerd. Bezoekers moeten de corona-check-app laten zien of worden getest op het festivalterrein. Vandaag is de laatste dag van het festival. In de ochtend was er veel vocht in de atmosfeer en kwam er ook laaghangende bewolking voor. Maar in de loop van de middag begon die bewolking open te breken en uiteindelijk werd het ook zonnig. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder met minimumtemperaturen tussen 11 en 14 graden. En morgen wordt het al vanaf het begin van de dag zonnig en krijgen we een warme en plaatselijk zomerse dag met een zwakke tot matige wind die uit het oosten komt. De temperaturen komen op veel plaatsen uit op 24 of 25 graden. Wellicht wordt het plaatselijk in het zuidoosten 26 graden. De komende dagen houden we onder invloed van een hoge drukgebied mooi weer. Donderdag of vrijdag krijgen we te maken met enkele buien. Maar tot die tijd blijft het droog en zonnig met elke dag temperaturen rond 25 of 26 graden. Behalve op maandag, dan is er wat meer bewolking en ligt het kwik iets lager. Tot zover het korte nieuws en ook het weerbericht van deze zaterdag. Wat gebeurde er allemaal in Zeeland de afgelopen week? Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws.